Beste bestuursleden, beste collega's, mijn naam is Leo Wapon en ik wil u meenemen in een presentatie over aansprekende lange termijn doelstellingen, over de stip op de horizon. We staan aan de vooravond van een nieuw WWP en een nieuwe omgevingsvisie en we willen kijken, met u kijken in de toekomst en we willen u uitdagen om die doelen te gaan formuleren met elkaar. In deze presentatie ga ik iets vertellen over het oude waterbeheerprogramma en de doelen die erin opgenomen zijn. We gaan kijken hoe je doelen op verschillende niveaus kunt formuleren. We gaan oefenen met een techniek om doelen te realiseren, affirmeren. En we hebben een aantal aansprekende voorbeelden van andere overheden. Dit is de doelenboom uit het huidige waterbeheerprogramma en u herkent hier de kerntaken. Wegen zat er niet in, want er was een apart wegenbeheerprogramma voor. Dit is ingezoomd, een stukje uit diezelfde doelenboom en hier ziet u de doelen voor in dit geval het watersysteem en we zien dat die doelen nogal technisch geformuleerd zijn. Het gaat over geldende ontwerpeisen, geldende ecologische normen. Ja, daar gaat weinig inspiratie van uit. Dat kan denk ik op een andere, meer aansprekende manier. Zodat u ook als bestuurder dat uit kunt dragen richting stakeholders, richting de burger die u vertegenwoordigt. Iets over doelstellingen. Op school leren we dat doelen smart geformuleerd moeten worden. En dat is maar even de vraag. Want als we in dit schema kijken, dan zien we dat smart vooral bij operationele doelen horen. En dat we voor de meer hogere doelen, visies en missies, omgevingsvisie, waterbeheerprogramma, daar horen eigenlijk doelen bij op het gebied van amor en magie. En gaan we daarop inzoomen, maar voor amor en magie, dan zien we een aantal termen als ambitie, motivatie, inspiratie. En die missen we bij smart. Dus als je alleen met smart aan de gang zou gaan, dan missen we eigenlijk de ziel. Dan missen we eigenlijk datgene waarvoor we het doen. In het nieuwe waterbeheerprogramma gaan ook een aantal thema's landen uit het ambitietraject, duurzaamheid, circulair, klimaatadaptatie. Nou, allemaal hele mooie begrippen, maar ook allemaal nog niet zo heel erg concreet. En we zouden willen dat we dat concreter gaan maken en aansprekender gaan maken. En daar willen we u ook in uitdagen. Van ja, wat betekent dit dan? Wat stelt u zich daar nou bij voor? Met een aansprekend doel zet je de energie in beweging. Er zijn verschillende wijze heren. Hier staan wat citaten van die wijze heren. Die hebben daar hele mooie dingen over gezegd. Nou, dat kun je heel filosofisch gaan benaderen. Je kunt ook lekker plat slaan. Als u als bestuurder een aansprekend doel hebt, dan zet u daar de ingeland, de stakeholder, de overheden mee in beweging. Mensen komen in beweging als ze een aansprekend doel hebben. Ze gaan meewerken aan ons plan. En dat is ook de bedoeling. We willen verbinden met de omgeving. En dat is ook nodig, want we hebben nogal wat belangrijke opgaves te doen die we niet alleen aan kunnen. Kom ik weer bij die klimaatadaptatie. Circulair worden. Energieneutraliteit zien te krijgen. Er is een club die heel veel ervaring heeft met doelen. Die nogal ver weg liggen. De NASA. En de NASA had een hele duidelijke opdracht. De eerste mens op de maan zien te krijgen. En de NASA had wel door dat dat alleen zou lukken als alle neuzen dezelfde kant op zouden staan. Dus daar was nogal wat voor nodig. En daar gingen ze heel ver in. Als je aan de schoonmaker vroeg van wat doe je hier? Dan was het antwoord niet toiletpotten schoonmaken. Maar dan was het antwoord, ik lever mijn bijdrage in het op de maan zetten van de eerste mens.
Dat is een hele duidelijke focus. Een doel is niks anders dan een wens die nog niet gerealiseerd is. En daar heb je een techniek voor en dat heet affirmeren. En een affirmatie is niets anders dan een positieve bekrachtiging. Dus we kunnen ons doel op deze manier vast gaan stellen. Affirmaties positief geformuleerd in de tegenwoordige tijd. Je weet wat je wilt en je gelooft erin, zoals de NASA dat bijvoorbeeld deed. Je kunt het helemaal voor je zien. En het is kort, specifiek en krachtig. Dat is waar we naartoe willen. Nou, kort lesje in affirmeren. Ik ben niet ziek is natuurlijk geen goede affirmatie, want hij is negatief geformuleerd. Ik word gezond. Ja, dat is toekomstige tijd. En wanneer is dat? Is dat volgende week of is dat over 20 jaar? Dit is wel een goede affirmatie. Ik ben gezond. Deze. Ik wil 2 miljoen euro op mijn bankrekening. Nou, dat willen we misschien allemaal wel. Toch is het een affirmatie die niet werkt. Of vaak niet werkt. Want geld is natuurlijk geen doel, maar is een middel. En het had veel beter geweest om hier gewoon te zeggen van ik wil die mooie auto of dat mooie huis. En dan is de vraag of je daar 2 miljoen euro voor nodig hebt. Misschien komt het er op een andere manier naar je toe. Deze dan. Rijkdom komt in alle vormen naar me toe. Ja, dit is wel een goede affirmatie. Hij is niet zo concreet, moet ik toegeven. Maar dit laat wel wegen open waar je misschien nu nog niet aan gedacht hebt. En dat is ook belangrijk. Zeker als het gaat om problemen waar we tegenaan lopen, is klimaatverandering. Misschien moeten we naar oplossingen toe die we nu nog niet voorzien hebben. Dan wat voorbeelden van andere overheden. Dit is een project Delta Inzicht, voorloper van het Delta programma. Het ging over de Zuidwestelijke Delta. En hier zien we allerlei Delta wateren waar van alles mee mis was en is. Zandhonger in de Oosterschelde en slechte waterkwaliteit en dergelijke. En men had daar een duidelijk toekomstvergezicht. Waar je het al of niet mee eens kunt zijn, maar wel duidelijk van aquaria naar estuaria. Dan dit. Het is geen doel, het is een nota met een hele duidelijke kop. Dit gaat over de commissie Remkes, die vanwege de stikstofproblematiek een nota aan de minister overhandigt hier. Het mooie van dit plaatje is dat met één plaatje het hele verhaal eigenlijk verteld wordt. De nota hoef je dus ook niet meer te lezen. We zien hier een plaatje van Nederland, we zien hier plaatjes van kwetsbare natuur en we zien een aantal sectoren die stikstof uitstoten. En met drie woorden wordt eigenlijk het hele verhaal verteld. Niet alles kan. Daar kunnen we als waterschap denk ik wat van leren. Hier kunnen we, dit is hoe je een boodschap kunt verkopen. Er zijn andere waterschappen die inmiddels ook met vergezichten werken. We zijn niet de eerste helaas. Dit is van Hoogrennenschap van Delfland. Die hebben een aantal vergezichten. De eerste is, ik weet niet of het waar is, maar ik heb geen verstand van dijken. Maar de beste dijk is een multifunctionele dijk. Het is in ieder geval een duidelijke visie. En overal kun je zwemmen. Nou, we weten dat dat ook zeker niet gaat lukken. Maar ze zien het als een vergezicht. Dat staat er ook onder. In alle wateren van Delfland gezwommen kan worden. Is de drijvende kracht tot de ontwikkeling van gebiedsgerichte verbetering van de waterkwaliteit. Dan als laatste. De zalm terug in de Rijn. Dit is een metafoor. Die gaat over de schone Rijn. Het ging vooral toen over stoffen, vervuild slip, zout, chemie. Ja, die Rijn was nogal vies. En de ministers van de Rijnoeverstaten hebben afspraken daarover gemaakt in de jaren 80. En deze metafoor, die zalm, die moest weer terug in de Rijn. Nou, zoals gezegd, gaat al 30 jaar mee en heeft dus de beleidsplannen overleefd in die zin. En het mooie is, het is ook nog gerealiseerd. Misschien niet in 2000, maar wij zijn blij als waterschap met het Rijnwater wat we nu innemen in onze polders. Nou, dit was een korte bijdrage van onze kant. Nou, we zijn benieuwd wat uw vergezicht is.
wat u wilt bereiken in 2050. En maak het vooral concreet en aansprekend. Heel veel succes met uw pitch volgende week.